welkom. Ik ben weer terug met een baard. En in het echt helaas zonder baard, want rip baardgroei. We zijn vandaag weer terug, leuk dat jullie allemaal zijn. We zijn in Roerveen, hè, want we doen niet zoveel anders meer op het kanaal tegenwoordig. Maar leuk dat je er bent. Ik heb met Piet afgesproken in het ganghuis. En volgens mij, waar rijd ik heen? Waar is de uitgang hier? Oh mijn nee, die is aan de andere kant. Volgens mij hebben we ook met de rest van de gang afgesproken. Gang. En ging het over een stream die ik had. Laat ik het niet over een stream, maar iets wat er gebeurd is in die stream. Namelijk dit. Het zijn ze echt. Wat is voor jou toch? Oh. Wat? Kiezen. Oh mijn god. Oh, blokkenpakken chocolade, oh, man. Oh my. Gaat het? Edward? Oh, dat meen je niet. Edward. Ik hou bloed, druk op de bloed. Kan je hem vastpakken? Ja. Oh, ga crossen. Kom. Ik til hem op. Wat ik nu ga laten zien, ja? Max, dat mag jij oprecht niet doorzeggen. Ja? Ik ga niks doorzeggen. Want ik schiet je door je hoofd als je er iets van zegt. Ik meen het serieus. Nee, ik zeg niks. In de office hier? Ja, leg hem daar maar neer. Op de bank. Op de bank. Oké, ik hoor iemand. Ja. What the fuck? Ja. Hij is gestoken in zijn rug. Dit is de surgeon, jongens. Dit is de surgeon. Dit is Nick. Ja, we hebben het ontsmet, de wonden. Dit is Nick. We hebben er nu een t-shirt van Max rond zitten. Ja. Oh, dit is de surgeon, jongens. Dit is Nick. Dit is Nick de surgeon. Die leeft nog. Hij leeft echt nog. Dit is de surgeon, jongens. Jullie hadden gelijk. Jullie hadden allemaal gelijk. Dus nu gaan we naar het ganghuis toe om daarover te gaan praten. Geen idee. Hey. Er zijn net schoten gelost bij ganghuis. Schoten gelost? Dus ik weet niet of je daar nog bent, maar dan ben je heel snel weg. Heb je een auto? Nee, zeker. Ja, ja. Rij naar het pakhuis, wat hebben we gisteren dingen gelopen. Oké, ja, prima. Ik rij naar het pakhuis. Wat de fuck? Tot zo. Nou, plans changed. Er zijn schoten gelost bij het ganghuis. Geen idee wat fucking gebeurd is. Geen idee wat de pauper er gebeurd is. Maar blijkbaar zijn schoten gelost. Dus we gaan naar het pakhuis. Waar we eigenlijk heel vaak afspreken. In plaats van het ganghuis. Nou, aangekomen bij het pakhuis. Waarschijnlijk ben ik de eerste, want er is nog niemand anders. Ik zal mijn auto even hierachter zetten om het niet te erg te laten opvallen. Hey, onze heer Willem is er al. Oh, er zijn wel al meer mensen. Ik ben dus niet de enige. Er staat hier zelfs iemand. Goedendag, meneer. Herken je me nu echt? Oh! Pff, wat heb jij voor outfit aan, jongen? Ja, hallo, ik moet nog een beetje... Ik zie je zo waarschijnlijk binnen, gok ik. Dat is dus de surgeon, jongens. En ik ben een van de weinigen die het al weten. Waarschijnlijk gaat de rest nu geïnformeerd worden. Doei! Wat een lullo's zijn het, jongen. Wat een lullo's. Staat ze met hun middelvinger, jongen. We zijn echt kut, hè? Die zijn echt kut, gewoon. Die zijn echt heel kut. Je moedervriend. Die zijn echt heel kut. Kom. Ah, wat is dit dan? Wat is dit voor... Om de hoek verandert er iets, jongen. Ja, er zijn gisteren wat dingen gebeurd. Jeffrey was erbij, Max hier was erbij. Laten we het kort houden. Riddler is neergestoken. Oh. Max kwam naar de gevangenis door een of andere... Tranquilo, wat het ook is. Tranqui heet hij. Tranqui, dat dan. Tranqui. Ja, die had in ieder geval Edward neergestoken. Die is van Mouw en Zonen. Toen hebben we even Edward geholpen. Met iemand die jullie waarschijnlijk wel kennen. Privet. En jij bent? Dat is... Wie de fuck is donders goed. Dat is fucking Lofsky, idioten. Is dat Lofsky? Nou, ik dacht dat jullie slimmer was, maar... Sinds wanneer zie jij er zo uit? Sinds wanneer leef jij? Zal ik even het korte woordje uitleggen? Sinds mijn theorie klopt? Ja, ik wou zeggen. Wij een paar weken geleden hebben al gezegd, toen jij doodging, hebben we al gezegd van deze is in de scène gezet. Het is een scène gezet, daar zat je dus goed achter. De reden waarom het niet verteld is omdat het gewoon voor zijn eigen veiligheid was. Hoe minder mensen ervan afweten, hoe minder kans dat er is dat het doorverteld wordt. En ja, jullie zijn vertrouwd. Hoe minder mensen dat ervan weten, hoe beter dat het is. Ik heb een beetje een dubbel gevoel, moet ik zeggen. Wederzijds. Ik denk dat iedereen daar wel zo over. We hebben daarvoor hebben we ook alles stil kunnen houden, dus waarom hadden we dat nou niet kunnen doen? Dus we hebben Edward gehad. Ja, die was neergestoken door een trankie. Gaat het nu weer helemaal goed met hem? Want ik weet niet, gisteren niet meer weg en toen. Ik denk het wel, die hem kennende. Qua onderwaarde leven of wat wil je nou weer... Ik wil eigenlijk zo lang mogelijk nog gewoon een beetje proberen onder de raad daar te blijven. Alleen gaat het wel moeilijker en moeilijker worden, dus... Ja, spreek je bakkers. Hey, ik heb gehoord dat je problemen met Rambo hebt met jou gebeuren. Wacht, nog één keer. Wat zeg je nou? Ik heb gehoord dat jij problemen met de Rambo gebeuren. Met wie spreek ik? Dat is niet van toepassing. Nou, bij mij wel. Nou ja, ga eens even raden, kom. Geen idee. Jullie hebben al meerdere keren geprobeerd ons te pakken, dus...
Kom op, wat willen jullie van ons? Jij bent van Rambo, familia. Nee, echt? Ja, wat wil je van mij? Jij belt mij. Ja, tuurlijk. Ja, nee, oké. Okay. Maar wat willen jullie van ons dan? Dus jullie komen de hele tijd achter ons aan, dit, dat. Wij komen achter jullie aan. Nou. Weet ik niet onder welke rots jij geleefd hebt, maar jullie zitten ook eens achter onze Willem aan. En wij zitten alleen jullie aan te spreken. Onze Willem? Ja, onze Willem. En jullie zitten alleen maar hem te volgen. Willem wie? Willem Hunt. Idioot. Wij zitten op het moment achter niemand aan. Jullie hebben net nog geprobeerd... Nee, we hebben nooit achter iemand van jullie aangezeten. Jullie hebben niet met Willem willen praten. Wie is Willem überhaupt? Jij komt van de Rambo-familie. Ja. Dan weet ik niet welke rots jij woont in die groep. Maar dan zou ik nog maar even praten met je leidinggevende voordat je mij belt. Maar waarom zitten jullie achter ons aan? Want je kunt ook gewoon stoppen, toch? Niemand zit achter jullie aan. Het leek net alsof een hele trein letterlijk achter één van ons aanging. Net? Ja, net. Nou, dan moet je de andere iemand bellen, want ik ben daar niet bij geweest. Heb jij nummers? Ik ga jou geen nummers geven, dus zoek het maar lekker uit. Ja, nou, dankjewel. Hele fijne middag nog. Ik spreek je binnenkort. Meneer? Wat een idioot. Hoor je het allemaal? Ja. Wat een idioot. Die Rambo-familie belde me. Idioot. Over waarom we achter hem aan zitten en weet ik veel wat. Dus ik zeg, gaan wij achter jullie aan? Die idioten zitten achter ons aan. Oh ja, daarover gesproken trouwens, daar heb ik er eentje gisteren door de kop geknald. Oh, top. Klinkt lekker. Willem Rambo. Alexander Barkov, hè? Dat is mijn tweede. Ja, is het verstandig dat we jou ook Alexander gaan noemen? Ja, ik denk dat dat wel het makkelijkste is. Ik heb nog een vraag. Ik ruik poep en volgens mij is makkers. Oh. Hoe dat? Hoezo? Ik ruik gewoon poep en volgens mij komt bij jou vandaan. Of het is meester luier. Ik denk dat het meester is. Oké. Wat gaan we nu doen? Eerst kijken naar de sparking skills van Willem, what the fuck? Nou, ziek hè? Hoe de fuck stap je nu nog in is dan mijn vraag, weet je? Hoe stap je... Oh! Hey! Hier! Okay. Scoop hem! Scoop z'n auto, jongens, kom! Hey, laten Willem! Kom! Nee! Laten Willem! Plakkes, kom op! Kerel, gozer! Wat is er, Willem? Gozer! Wat is er, Willem? Nou, dat was dus het gesprek. Niklovski, oftewel Alexander nog wat, die leeft nog. Waardoor we noemen hem gewoon Alex voor gemak. En nu gaan we loose. We gaan gone. Ik heb geen idee waarheen, maar we gaan in ieder geval gone. En wat een tijger is dit dan? Wat een tijger op die... Moet je kijken wat een reet daar op die motor zit. Wat een rug, hè, je gespierde rug. Jezus, mina, jongen. Zo, ik zou... Oh. Als Willem homoseksueel was, dan... Oh. Oh. Kijk die schouderbladen, hè. Oh, Jezus, Mina. En die helm. En die nek. Die strakke kaaklijn zie je van achteren. Wie was dat, denk je dat? Nee, maar dat maakt ook niet uit. Hij heeft de tijd van zijn leven gehad. Voor een wat kleinere criminelen. Zoals ik. Ja, je hebt nooit geschoten met je pistool, man. Flikker op. Hoezo, ik heb nooit geschoten? Ja, hoeveel? 1 kogel? 2? Nee, oprecht meer. Hoeveel? 3? Geen idee, man. Ik heb dus nu 200.000. En ik wil een paar dingen hebben. Nou. Een vuurwapen. Ja. Een boot. Ja. En een huis. Ja. Dat zijn de 3 dingen. Ja. Oh ja, en nog een auto waarmee ik alleen criminele onzin doe. Wat? Ja. Wat doet mij dat nou? Nee! Oh nee! Nee! Ik dacht ga je. Oh, fuck jou, Max. Oh, fuck jou. Oh, jij stinkt nou. Okay. What the fuck? What the fuck? Wat? Een vliegtuig hierboven. Wow! Wow! Waar? Wat de actuele neuk. Oh, Willem wordt gebeld door een anoniem nummer. Wacht nog heel even. U spreekt met Willem Hunt. Hey, Edward. Even weggaan. Moeten wij weggaan? Ja. Met z'n tweeën? Er is politie onderweg, zei Edward. Naar ons? Ja. Hoezo? Ja, dat zei hij. Hij zegt er is politie onderweg. Naar ons, ze zijn op zoek naar ons. Hoezo? Waar de fuck is die guy mee bezig? Wat denkt die guy? De politie zoekt ons helemaal niet. Nee, er is geen reden om ons te zoeken. Waar heeft hij het over? Wat moeten we doen? Willem belt hem terug. Maar bel maar terug. Ja, daar staan ze. Volgens mij. Zijn dat ze? Ja, dat staan. Staat die? Ze? Geen idee. Wat is gaande? Geen idee, hij zei. Willem heeft iemand bij zich die mogelijk wel wil ontmoeten. Dan gaan we hier uitstappen? Hé. Hey. De oude vriend, ik weet niet precies. Hij wil dan. Terug uit Engeland. Zwaait hier dan. Kunnen we even ergens anders heen? Mogelijk? Doen we niet openbaar. Kom maar even mee. Willem, kom even. Oké, lag het aan mij of was dat Mason? Dat was Mason. Dat was Mason, hè? Maar... Hij ziet er wel beter uit, moet ik zeggen, dan normaal. Ja, lekker één, maar... What the fuck? Even rustig, Willem. Even rustig. Maar... Hij was toch... Hoe? Hij was toch weg? Hij was toch terug naar Engeland verhuisd of zo? Weet ik van wat er met hem gebeurd is. Terug naar Engeland, zei hij. Hey, Jeffrey. Hey, Jeffrey, neef. Oh, hey. Hey, Willem. Heb je het gezien? Net, bij de staande houding. Dat is Mason.
Mason staat daar. Serieus? Ja, dus we wachten hier. Hij staat met Edward samen. Die staan bij staandehouding, ze zijn daarmee bezig. Maar wat de neuk. Oh jezus. Hebben jullie nog afgesproken met hem? Of? Nee, ik snap het niet. Waar moest hierheen komen of hij moest hier blijven en toen weg en toen blijven. En ineens staan we, zien we Edward staan met iemand en dat bleek Mason te zijn. Ja. Hey, Jeffrey, Willem, kom. Waar is hij? Stap in. Jordi? Ja? Kom maar mee. Ging hij nou weg? Ja. Wat dan? Ik leg het in de auto uit. Stap in, jongens. Stap in. Waar is hij? Met de gele motor richting oud ziekenhuis. Oké, Jordi, voor jouw informatie. Edward was met Mason, zojuist. Ja. En ja, ze kregen een boete, weet ik veel wat. Meer weet ik letterlijk ook nog niet. Ze gingen deze kant op. Willem belt ze. En Willem gaat nu Edward bellen. Ja, goeiedag. Waar zijn jullie? Willen we het nu weten? Ik moet heel eventjes met... Sorry, ik ben zojuist tegen een boom aangeknald. We moeten even wachten, zei hij. Maar we moeten even wachten. Ja, hij heeft een afspraak met iemand. De hond. Is dit nou Jackbone? Hey, dat is Jackbone. Hey, Jackie. Hey, Bone. Hallo? Hey, Jackie. Wat wil je nou hallo? Doen? Hallo? Hey, ik loop Jack. Naar het inpand. Ik heb zo direct een afspraak met iemand. Waarom is iedereen een afspraak? Met wie? Ja, dat met een man in het pak. Hey. Het wordt Nigma, bedoel je? Ja, die man die onder andere inderdaad achter Titan zit. Oké. Wacht, Jack, mogen wij jou volgen? Van mij apart wel, maar ik weet van niks, ja? Okay. Nee, jij weet van niks. Top. Okay. Nou, dit is perfect. Ja, dat is heel handig. Hij zei dat hij was. Dit is echt... Ja, dit is perfect. Gaat-ie. Nee, we gaan. Fuck, we hebben nou niet genoeg. We hebben niet genoeg tijd om. Ja. Nee. We hebben niet genoeg tijd. Volg hem. Waarheen? Nee, kijk eens. Waar is hij? Wat voor auto reed hij? Ja, dat is hier al. Ferrari. Daarna volgende kruispunt rechts. Mason leeft. Michael's huis. Is het dan slim om iedereen hierheen te hangen? Nee. Maakt. Ja, gozer. Oké, jongens. Zij vond het in ieder geval rustig doen en niet met z'n allen door elkaar praten zometeen. Hallo Edward. Hey, word ik nou ook gelaten? Wat doen jullie hier nou? Kunnen wij boven heel eventjes met Jack praten? Dan kunnen jullie er eventjes... We gaan zitten. Willem, ik trek je even mee. Kom, Willem. Neem je even mee. Hey, dit is echt legit niet slim dat we iedereen hier heen... Nee, ik snap dat ook niet. We zijn het er natuurlijk niet mee eens, maar ja. Veiligheid voor en misschien kunnen we Mason... Wat is dit, jongens? In ieder geval Mason die... Maar Mason... We weten dat Mason leeft, dat wisten we al allemaal. Maar hij was loose, hij was gone. Waarom is hij nou weer hier? Ik weet het niet. Waarom is hij nou ineens weer hier? Ik had reed al bijna het terrein op. Ik zeg, hou maar even. Want ik weet zeker, als er te veel hier komen, dan... Nee. Dat weten jullie zelf ook. Goed. Wat is er nog? Dat is precies de... Dat is de vraag dat Willem jou wil stellen. Nou ja, ik kreeg een belletje van Mason. Hey, ik ben weer terug. Oké. Mason? Daar is hij. Ja, hoi Willem. Ken je Willem nog? Ja. Kun je normaal denken? Praten? Dat kun je trouwens sowieso al niet, maar kun je normaal denken? Wat is normaal denken? Wat is Willem voor jou? Jij opa of vader? Opa. Wat deed je graag? Mijn lijf. Wie is dit? Dat weet ik niet. Man met baard. Met de gele? Loes? Man met goede opschrift. Hij heeft lang haar zo te zien. Namen? Ken je ze niet meer? Nee, zo te zien niet. Maar wat heb je dan gedaan, Eddie? Hem uit de dood geholpen misschien? Hij herinnert zich niks meer. Nee, dat is een bijeffect. Wat kom je hier doen, Mason? Ben je wel in orde? Ik heb een tijdje in Engeland gezit met oude Matt. Maar daar niet zo goed ging. Police op de hiel. Dus toen ik dacht, keertje terug weer hier. Je hebt Appie doodgemaakt. Wat bezielt je? Wie heb ik doodgemaakt? Appie. Appie, ja. Je hebt Appie kan je je niks meer herinneren van de afgelopen maanden? Wat daar ik is alleen gebeurd? Deze een paar keer op zak, deze op zak. Ja, dat boeit Willem niet zoveel. De groepering, de boys. Wie? Kom je met Willem mee? Nee, dat denk ik niet. Zo niet, Willem is je zo lang kwijtgeraakt. Ja, jij mag nou toch weer zien. Ja, maar... Ja, je ziet hem toch nu weer. Je blijft toch niet bij Edward? Met familie. Edward is ook dichterbij gegroeid. Edward is niet je familie! Je blijft toch niet bij Edward? Mag wij alleen maar dezelfde achternaam dragen? Dat betekent dat je familie bent. Willem heeft je letterlijk opgevoed. Ik ga toch niet menen dat je Edward verkiest boven Willem? Edward heeft mij voor mij gezorgd. Kan je echt niks... Iets nog... Kom op, jeugd. Ik geen idee heb. Van Willem, je familie. Je weet toch wel dat Willem familie van je is? Je alleen vader of opa bent. Ja, Moeilijke situatie. Hele moeilijke situatie dit, jongens. Ik weet nog niet wat ik bedenk. Hij is toch nog bij de bank over. Wie? Mason. Maar niet echt in. Ja, wat hebben we nog meer met Mason gedaan? Genoeg. Overigens dat Samuel helemaal gek is geworden. Ja, dat is een goeie. We gaan over zijn broer beginnen. Oké, Mason. Ik heb een paar vragen voor jou. Wat? Ken jij de bankoverval nog? Waar jij mee hebt geholpen? De bankoverval?
Ja, op de bank in boven in de stad. Valiet erbij. Ken je broer Saam wel nog, die helemaal gek werd? Die is weggelopen. Nee, en, van mij ken ik niet. Nee. Saam wel, is je broer. Dat is mijn broer. Die hebben toen opgespoord en toen is je helemaal gek geworden bij politie. Ken je andere broers nog? Tommy Hunt? Roy Hunt? Roy toch dood zijn? Dat weet je wel. Ik dat heb gehoord, ja. Roy is dood, ja. Klopt. Daar, dat is heel spijtig. Jullie boksen op tegen iets wat niet te overwinnen valt. Dat is niet zo, Edward. We zoeken alleen de opties. Ja, ik hoop dat jullie ze vinden, oprecht. Maar ik ben een beetje realistisch. Ja, kan je helpen met die oplossingen dan? Want het is niet jouw vriend. Kan jij stoppen met in mijn gezicht te blaren? Edward. Blaart wanneer hij wil blaren. Stel, meester gaat met jou mee nu. Hey, rustig. Meester, rustig. Stel, hij gaat nu met jou mee. Onnodig. Wat wil je gaan doen? Meester? Oh, ik... Meester mag weer naar Engeland, of hij mag bij me blijven, of hij mag nemen jullie mee. Stel, hij blijft bij je. Stel, hij blijft bij me? Ja. De partner in crime, toch? Ik dacht dat jij daar niet van houdt. Ik dacht dat jij graag alleen werkt. Geen partners hebt. Maar een uitkijker is altijd wel handig. Net zoals je subjects toen zei. Iedereen had zijn eigen taak. Nou, meester, het is helemaal aan jou. We kunnen hier niks forceren. We hebben geprobeerd wat herinneringen naar boven te halen bij je. Maya ken je niet meer. Jeffrey ken je ook niet meer. Maar nee, ik niet nooit. Laat me dan één... ken jij je broer, andere broer nog? Ben Hunt. Nee. Weet je wat hij jou heeft aangedaan? Nee. Zou je eens moeten weten. Wat dan? Het is nog een wonder dat jij hier leeft, meester. Ja, door deze manier achter mij. Ja, dat klopt. Ben ik Edward ook erg dankbaar voor dat hij jou nog heeft geholpen daarentegen. Maar jouw broer Ben Hunt heeft jou door je hoofd heen geschoten. Dat geloof ik niet. Het is wel toch is het zo. Stabiele familie hoor ik al. Maar niet uit welke familie of welke omgeving je uitkomt, jij niet familie zelf doodschiet. Toch is het gebeurd. Helpt het voor hem om te weten wie zijn moordenaar was? Nou, wel om de waarheid misschien te weten. Misschien herinneringen. Nou, in dat geval kan ik ook bevestigen dat Ben Hunt, je broer uit de stabiele familie Hunt, die heeft neergeschoten. Ja, fuck, dat stabiele familie. Is nooit stabiel geweest. Waarom jouw eigen broer doodschiet? En nu? Willem zit tegenover je. Willem zit ook in die familie. Dat is toch precies het tegenovergestelde van wat je hebt geprobeerd te bereiken. Wat ben je van plan? Waar ik nog één ding niet snap. Nou? Ben Hunt mij doodschiet, eigen familie en vervolgens jullie hier mij komt smeken ergens heen ga met jullie. Ik niet eens ken. Niet deze vent, dus deze. Mensen die toch heel dichtbij je stonden. Edward, jij hebt motor in garage staan toch? Okay, dan doe ik even mijn helm pak. Bij jou ook motor stap. Oh, maar ik blijf hier nog eventjes. Oh, dan blijf ik hier ook nog wel eventjes hangen. Dadelijk nog even lekker chillen bij de pool. Willem, ik denk dat het beter is als we gaan. Willem zou zijn nek op moeten draaien. Nee, we gaan Willem, kom. Oké, okay, ik denk dat het beter is om te gaan. Kijk, het punt Willem, ik hoop ook dat Mason terugkomt. Ja, dat gun ik je van harte. Maar misschien dat je gewoon mijn advies moet vragen en me niet gelijk zo agressief benaderen van tevoren. Het is wel duidelijk wie van de twee hier het hoogste IQ heeft. Ja, precies. Het zal me wel, Edward. Fucking loser, we spreken elkaar. Loser? Willem heeft even tijd nodig. Willem heeft tijd nodig. Kom jongens, ik denk dat het beter is dat wij ook maar gaan dan. Heer, ik vond het enorm gezellig. Het spijt me enorm van alles. Willen jullie nog iets te drinken voordat jullie weggaan? Nee, dank je. Nou, dat is helemaal prima. Meester, als je ooit van gedachten verandert, je weet ons vast wel te vinden. Althans, Edward weet ons te vinden, dus kom maar goed. Ik ga je één ding duidelijk maken. Gebruik hem niet als hondje. Anders hebben wij wat anders te doen, Edward. Volgende keer laat ik je niet meer leven op een vliegveld dan. En uitgesproken. Tot ziens, Jerry. Tot ziens, Jeffrey. Jullie doen alsof ik jullie vijand ben, maar volgens mij heb ik hem uit de dood terug. Ik doe helemaal niks. Ik doe helemaal niks. Ik probeer nee, alleen precies, te maar hier. Je bent hier wel namens een groep. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Maar ik ben hier omdat Mason hier is. Okay. En ook al heeft hij nu een pistool op me gericht. Ik ben hier omdat hij hier is. En ik kom hier in alle vrede. Ik ook. Ja, daarom. Wij gaan er nu ook vandoor, man. Let's go. Dat is chill. Ja, ja, ja. Oh. Willem? Dit is echt een lastig. Hoor. Ja, dit is niet chill. Hij is veruit. Hij is... Niet te zolder als dat nee, hij is. Nee, dit is meester niet, jongens. Dit is meester niet. Nee. Niet zoals ze hem kennen. Nee. Of kende. En als ik heel eerlijk ben, ken ik de groep ook niet meer. De groep? Wat dan? Vraag naar de mouw wie is er in de porto. En ik ken gelijk op kleuren. Hoezo? Ja, blijkbaar omdat ze niet mee mochten, denk ik. Ik ben er een beetje boos. Klaar mee. Ik denk dat we toch meester voorzetten dan om hier met z'n allen te zijn. Ja. Om dan het risico te nemen dat er helemaal... Je zag wel dat hij een paar keer een pistool op ons richt, hè? Daarom. Maar weet je wat is? De groep begrijpt het niet, volgens mij. Nee. Misschien wordt het een keer tijd om te beseffen. Wat beseffen? Ik heb al te veel gepraat. Ik denk dat het beter zal gaan, jongens. Laten we even een stukje rijden. Willem, stap in. Ja, Willem. Ik maak hem af. Nee, Willem, stap in. Ik maak hem af. Stap maar in, Willem. Ik slacht hem. Elk bot in zijn lijf zal ik breken. Nee, rustig, Willem. Spier zal Willem scheuren. Rustig. Hé, jongens, ik zie jullie later. Ja.
Ik spreek jullie snel.